We staan in de Agniezenstraat en we hebben bezoek van Sjaak Weg, Rotterdams beroemdste straatdichter en boekenschrijver, toch? Wel ja. Vind ik van wel. Ja, nou ja, als jij het vindt, jij weet het. Ja, nee, is ook zo. Hey, we zijn weer nieuwe boeken verschenen. Ja, twee delen. Vertel. Zelfs. En het heet Weg met de Staat. En het gaat over de strijd tegen de staat. Ik heb ooit gewerkt in de bibliotheek in Rotterdam. Een soort van staatsbedrijf natuurlijk. En de directeur wilde mij weg hebben. En ja, dan probeer je ze te ontslaan en zo. En daarentegen ben ik beroep gegaan. En waarom wilde hij je weg hebben? Nou ja, goed, ik had geklaagd over de onveiligheid in de bibliotheek. Ik ben een paar keer daar bedreigd. Zoals vele collega's trouwens. En dan moeten er maatregelen getroffen worden. En dat deed hij niet, want hij zat op de tweede etage. Op zijn hoogpolig tapijt en had er natuurlijk geen last van. Mm-hmm. Dus hij deed daar niks aan. Ja. En in plaats van dat er naar je wensen werd geluisterd, werd je met ontslag bedreigd? Ja, op een gegeven moment werd ik ziek. Ik durfde daar niet meer te komen eigenlijk. S'avonds was het toen nog tot 9 uur open, dus er komt iedereen binnen. En het is nu helemaal veranderd. Hè. Dus ze hebben heel veel geld gestoken in de beveiliging. Op verschillende etages. Dus ik was ziek en bleef thuis. Ja. Hey, en wie staat hier op de buitenkant? Ja, dat ben... Dat ben jij? Dat ben ik. Je haar is wat langer. En je... Ja, dat was 1980. Okay. Hier in ons Oude Noorden. Opening van het tramhuis. Okay. Het beroemde tramhuis uit Oude Noorden, uit de Zagmolenstraat. Het eerste illegale tramhuisje, het Eitje. Ja. En mensen konden bij jou gratis thee drinken en wachten op de tram, toch? Absoluut, ja. En er werd heel veel gebruik van gemaakt. Hè. Als het regende, dan zaten daar mensen. En er kwam lijn 9 aan de hele oude tram altijd. Die kon dan aanwaggelen. Lijn 6 reed er toen ook nog, hè. Hey, maar gaat de twee delen gaan die over je conflict met de bibliotheek en in die zin met de staat? Of gaat het ook over het tramhuis en dat soort dingen? Nee, niet over het tramhuis. Het gaat over het conflict met de directeur. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik een advocaat in de hand heb genomen. We zijn bij de UWV uiteindelijk beland, hè, hoorzitting geweest, bij de rechtbank. En nu is nog de Centrale Raad van Beroep mogelijk. Om dus alsnog ons gelijk te krijgen. Want dat loopt nog steeds? Dat loopt nog steeds, ja. En vanaf wanneer is dat dan? Nou, het is al jaren geleden, maar ik ben pas 2 jaar geleden begonnen met de hele procedure. Dus, en dat heeft meer dan 1,5 jaar al gelopen. Ja. Hey, en waarom is dit interessant om te lezen? Nou, dan kunnen mensen eens bedenken van hoe je wordt dwarsgezeten als je dus in feite in je recht staat. Ik bedoel, ik was ziek, ik werd ziek en op een gegeven moment willen ze je gewoon weg hebben. En dan trekken ze alles uit de kast om mensen weg te krijgen. En ook totaal geen steun van collega's en zo, hè, want die denken alleen maar aan hun eigen hypotheekafbetaling. Dus op een gegeven moment sta je gewoon alleen. Ja. Waar kunnen ze jouw boek krijgen? Ze kunnen het bij mij bestellen, bij het welbekende e-mailadres. En ook bij Rasten, de boekhandel, in Roderijsestraat, hier vlakbij. En in Sjaco in Amsterdam. Okay. En wat is het welbekende e-mailadres? Sjaakweg@hotmail.com. Okay. En als mensen dat niet snel genoeg hebben kunnen vatten, dan kunnen ze ook even naar Cineoc TV mailen. Dat verschijnt aan het eind van het programma. En dan geven wij alle bestellingen aan jou door. Ongelooflijk. Wat moet ik jullie toch dankbaar zijn. Nou, dat hoeft helemaal niet. Hey, verder alles goed met je? Ja, mij gaat wel redelijk hoor. Gaan er nog... Komt er nog literatuur of mooie verhalen? Dat weet ik nooit. Dat weet ik niet. Misschien. Maar dan... Over een tijdje kruip je gewoon weer achter de typemachine of achter de computer tegenwoordig. Ja, maar, dan laat ik jullie wel weer weten. En dan komt er weer wat. Misschien, dat weet ik niet. Nee.